Hey mensen, leuk dat jullie weer kijken bij Life Like Your Man en vandaag ben ik hier weer met Zoe. Natuurlijk. En vandaag gaan we een soort van ja vrienden middagavond houden. Was mijn telefoon. En ja, voordat de vrienden komen, gaan we eerst naar mijn intro. Fine. We hebben gewoon een spontaan een vriendenmiddagavond gehouden waar we gewoon een beetje leuke dingen. We gaan wat proeven van haar, denk ik. Ja, doen bakkersopleiding. En ik heb nou wat gemaakt en ik had ze nog wat beloofd. Dus die komen deze kant op. En dan gaan we samen een video maken. Ja, dan gaan we gewoon even een beetje proeven wat zij heeft gemaakt op school. En wat we de rest nog vanavond gaan doen, dat zien en horen jullie wel eigenlijk. Ja. En jullie zien ons nu wel als de eerste vriend binnenkomt, toch? Ja. Juist. Ja mensen, de eerste twee vrienden komen aan. Dat is Agnes en Femke. Dus die zien jullie nu daar achter me door de deur komen. Zo! Daar moet je niet op letten. Ik had nog geen middag gegeten. Hi. Oh, dat was nog een half in jouw boom. Dat pom, ding stond van de hele tijd. Pom, pom, nee! Tadadam! Brok! Kom op. Nee, Johan, dit ga jij niet in die video vertellen. Nee. Toestemming! Ja, nee, maar niet in die video. Oké. Okay. Hier is een beetje fitty. Oh. Hou op met hem hoor. Ga weg met die camera. Stikkende ruzie hier ook. Maar zij zit het hardst op. Nu kom op internet hè. Chippies thuis. Oh god. Ja, maar ik heb wel een paar. Doe ze allemaal. Ik heb er vier of zo. Ik heb geen idee. Ik weet niet hoeveel. Drie, twee. Spitten. De lekkerste chips die er bestaat. Vind jij. Als Johan een pittig eet, begint hij gelijk te zweten. Zo pittig is het ook niet als een, ben ik als een peper of zo, maar het zit er wel doorheen. Ik kan heel sterk tegen pittigheid om. Ja. Dus pittige chips. Fai, sweet, chibi. Hey, mijn chibi. Sorry. Ja, het begint te jeuken. Oké. Heeft het frietpan met ja, maar als het bij mij begint te jeuken, dan krijg je het warm. Dat betekent dat het pittig is. Wat doe jij nou? Hé, hey, doe ik leg het uit. Ik had twee frikandellen in de frituurpan gedaan. En ik had er blijkbaar de frituurpan uitgedaan. Dus wat heeft het voor nut als je frikandellen in de frituurpan doet terwijl de frituurpan niet uit? Dan kunnen ze slapen in de frituurpan. Lekker pittig, hè? Lekker pittig. Maar even wow. Om weten wie Mirt is. Ik heb al opeens een boek. Oh, dat is misschien diegene die. Oh. Femke, lekker hè? Ja. Heerlijk. Zo, ja. Mooi. Nee. Wie wil er nou dat ik een slagroom zoet? Wat? Wie wil het? Oh, dat wil je. Zeggen. Poging 3. Oh, net niet. Even hoop. Ja. Jullie hebben allemaal drinken. Ja, lekker. Ik vind het gewoon koude grappig, want ik ben gewoon heel veel dingen aan het doen en hij heeft het toch veel. We gaan zo meteen drinken halen, Agnes. Oh ja? Ja, ijsthee. Shit. Wilt u iemand zo meteen nog maken? Nummer 2. Nou. Femke. Hè? Nee.
Nou heb je waarschijnlijk mijn handen. Ik had ook net vis. Maar ja, ik wil ook. Nog een keer. Oh. Nog een keer. Het is hetzelfde nut, hè? Ja. Ah. Deze broodjes heb ik ook zelf gemaakt. Ah. Kijk hem. Oh, er zijn van die... Mijn leven is echt voorbij. Yes. Jammer. Maar. Zo is het. Mijn gezicht ook, hè. Dat staat ook op video, hè. Hij staat. Die ook. Dank je. Brok. Koop. Die. Nee. Wel. Hey Peter, gaan we zo naar de toilet en even kennis doen met water? Ja! Vol. Zo. Ik ook niet. Zie, ik kan niet eens meer drinken door jou. En door jou! Nou! Nee! Het gaat gewoon over de nek. Anders zelf zeker. Nee, van jou. Op het brood! Ja, dat was hem. Mensen, dit wordt een dolle boel vanavond, vanmiddag vanavond. Maar nee, is dat een verhaald? Hey. We binnen kan begonnen. Wacht. Ik zweer, ik ga echt brok. Wacht. Waar gaat hij heen? Ik ga eruit, ik word niet klaar. Grapje. Zo mensen, we gaan even naar de hoppie toe, kijken hoe gestoord ze doen op de weg. Je mag niet in de Albertijn filmen, dus dan zien jullie ook een soort doen, maar buiten weer wel. Ja, dus tot nu als ze buiten zijn. Ja! Ja! De stelletje kinderen zijn buiten, dus ze mogen los. De kinderen zijn los, help! De kinderen zijn los. Ja, hallo! Ja, ik wil niet overreden worden. Zo, rennen! Voor je leven. Ja, oh, de hele tandzonnetje. Zet mijn tand achter. We gaan eerst even de action in. Kijken hoe gestoord ze dat doen. Wat zei je daar? Regenboogvluchtje. Leuk liedje. Hoe was het nou? Hoe zei je dat nou? Dat is van een liedje op Insta. Oh, lekker. Zwarm met papa. Zwarm. Bij de familie. Leuk liedje, ga door. Nee! Jammer dit weer. Voor je baby. Voor de kitten. Voor de kitten. Zo mensen, ik ben net de winkel uitgezet omdat ik in de winkel heb gefilmd hier in de Action, in Tintoort. Kijk, ze kwam naar me toe en die zei van, ja, je mag niet filmen. Ik zei van, mag ik de reglementen even inzien waarin staat dat ik hier in de winkel niet mag filmen. Want het staat nergens op de deur of wat dan ook, dat ik niet mag filmen hier binnen. Dus ik blijf gewoon aanhouden, mag ik dan de reglementen zien. Zolang verwijder ik mijn filmpjes niet en wil ik gewoon hier rustig kunnen filmen. Ja, ze zei van, of u verwijdert of... U verlaat de winkel. Ja, dan zeg ik wel, oké, dan verlaat ik wel de winkel. Dus, we gaan nu naar de appie toe. We gaan nu naar de appie toe om... ja. Zet het dan maar voor. Ook wat... Dan ga ik gewoon lekker... dan gaan we nu naar de appie om even wat drinken te halen. Ja. Ze kunnen doen wat ze willen, maar zonder reglementen. Ja, maar ze stonden ook gewoon... Kennen ze niet mekkeren? Luister, ze stonden ook bij de ingangpoortje gewoon om uit te lachen. Ja, ik ga het gewoon een dag op. Ze mogen van mij, mij lachen, maar ik heb hun wel. Ik heb hun te pakken, hun willen graag dat mijn beelden verwijderen. Heb ik niet gedaan. Ik ben gewoon de winkel uitgegaan. Dus, kennen ze, ik lach hun ook tweemaal uit. Maar, sorry mensen, ik moet hier bij de appie staat wel aan de deur. Let even op, mensen. Waar staat dat ding? Hier. Niet filmen, zien jullie. Waar staat die? Hier. Ja. Je mag hier niet filmen. Daar.
Mag niet in de winkel filmen of fotograferen. Oké, doe ik ook niet, omdat het staat. Er is geen regel. Klaar. Staat er. Dus, ik zie jullie zo als ik weer de winkel uit ben. Dus dat is eigenlijk. Nog wat te vertellen, dames? Iemand? Nee? Femke, de rent kijkt van me weg. Ik ga gewoon pizza halen. Nee! Dat is een deunerzaak. Daar had ik het over. Wauw, de dametjes kunnen rustig zijn. Ook voor het eerst. Oh. Laat hem nou niet. Nee, kom maar. Nee, laat me los. Kuis. Oh, ja. En de vierde vriend is er ook bij. Jasmin is er nu ook. En nu kunnen we pas echt beginnen met proeven, gaan doen en alles. Ja. Hallo. Hallo. Alles goed? Ja hoor, die wijf is er ook bij. Gaat het goed? Denk je veel zin in vanmiddag vanavond? Ja hoor. Mooi. Femke is kwijt. Zoek Femke. Femke Louise. Femke Meijers. Femke Meijers. Zeg niet deze kant op mijn dag. Femke Meijers. Hallo Femke Meijers. Nou, dat is het net no shit hem te. Waar bent hij? Waar gaat hij zitten achter de bank? Ze zat achter de bank, hoor. Ze zat achter de bank! Wat doe jij daar achter de bank? Wat voor smerige dingen heb jij gedaan? Ik zat daar voor de geest! Hi! Jullie liep hier een fucking vlog! En loop hier gewoon, waarom ga je hey, zo? Hé, ik zeg ik wilde niet dat ik filmen ben, hè? Ik zat hier al door! Vertel het eens, wat heb jij gemaakt? Ondersteboven soes. Een ondersteboven soes? Ja. En dat is een soes die je door midden snijdt. Oh. En banketbakkers gewoon in het midden doet. De soes omdraaien. Daar doe je in het cupje doe je slagroom. En dan doe je de fruit met chocola. Maar die heb ik al opgegeten. Laat zien. Laat zien. En nu doen we of twaalfheid toe. Ja, durf het wel uit. Johan, je komt een heel klein stukje mil. Met je haar. Ja. Yeah. Staat hij al aan? Ja. We gaan beginnen bij kindachtig. We gaan bij makkelijk. Ja, kindvriendelijk. Kindvriendelijk. Makkelijk. Er is ook een extreme, maar dat gaat er ook over. Nee, daar gaan we het niet over hebben. Agnes, wat het tof durven. Wow, ik opeens. Durf. Ja, dat ding gokt dat zelf allemaal, hè. Dat zit hier allemaal zelf in. Van, Doe iemand uit de groep na. Ik kom 9 van de 10 keer te laat. Jezelf? Nee. Sanne. Nee, die is er niet. Ha, grapje. Nee. Jasmin. Nee, ik hou ja. Echt? Ja. Oké. Je bent vandaag ook niet te laat. Volgende. Nee. Waarheid of durven? Koudo. Nee, je staat er niet tussen. Waarheid. De naaktwaarheid. Welk dier wat vind de naakte? Nee, welk dier vind ik? Vind je het minst leuk? Het minst leuk. Oh. Een schildpad. Ik nee, een slang, want ik haat de beesten. Okay. Ik hou ervan. Nee, ik ga niet. Ik ga. Wacht, Jasmin. Even. Sorry. Of ik? Jasmin. Waarheid. Jullie zijn saai. Wat was je meest gênante moment waarop je een scheet liet? Midden in de klas. Laten vrouwen scheten? Ja, nou, dat doen we. Ik wel, waarschijnlijk op een verjaardag of zo. Dat ik zo'n stille killerlied. Waarom? Dan. Ik denk ook echt een fuck op YouTube komt. Stille killer. Zoe. Zo bij Johan ook terug. Zoe? Ja. Maar het of durven? Durf. Ga de komende 3 rondes op de bank liggen. Maar we hebben hier geen bank, dus maar op de bed. Liggen! Oh. Nu ben ik. Geef iets naar voren. Oh, Agnes. Waarheid. Als je op een bank wakker wordt en ontdekt dat je onzichtbaar bent geworden, wat is het eerste wat je zou doen? Oh, dat is al gedroomd! Dat zou ik. Wat? Dat zou ik. Leuk. Ik weet gewoon hoe ik naar Femke toe ga. Oké, dus als je nu staat, ze is dus blijkbaar met Zoe in haar droom naar mij. Nee, nou, ze is met
met jou. Met mij is ze naar Zoe gegaan. Nee, ik ben met jou. Ben ik dan naar McDonald's gegaan. Ik ben naar McDonald's. Ik was lekker zichtbaar. Dus ik pakte gewoon alles mee. Zeg. Kijk, lekker. Het is wel slim. Het is wel slim. Alleen die keken me wat te vallen. Nee, dat stelen. Tegen de wet. Ja, je bent toch onzichtbaar. Dus niemand kan je aanhouden. Ja, daarom. Ja, behalve niemand... Femke. Hey, wat is min? Durf. Mohaha. Imiteer een andere speler en laat iedereen raden wie het is. Oké, nou. Wie noemt Shane? Ik. Ja. Okay. Wie noemt Shane? Femke! Oh god. Londe Betsy! Mijn kast is lekker warm. Knorrietje! Nee. Oké, durf. Oh god. Hey! Dankjewel, joh. Dans als een baller. Ik doe niet. Accepteren jullie niet? Wel? Ja. Ik ga het niet doen. Oké. En strafpunt. Uit de mond. Nee. Drie strafpunten, dat doe je niet meer. Wat is de laagste punt dat je ooit hebt gekregen op school? Nee, 0,4. Kasman! Ja! Hé, ik ben nog niet eens. Ik ben heel achter. Op wie heb je een oogje? Niemand. Op mij. Sorry. Ik hou van je. Ja. Maar wij toch durven? Durf. Geef een yoga les voor 2 minuten. Hamkaas. Bruh. Tosti. Salami. Doe eens mee. Hamkaas. Chocola. Tosti. Oké, die 2 minuten zijn nu echt voorbij. En door. Tweede les, kom morgen. Achie. Waarom begint zij ook een keer? Omdat Johan nog niet is. Durf. Doe 1 minuut lang een gorilla na. Dat nee, is... dit is een camera. Maar dit is meer een lachende hyena dan een gorilla. Sorry. Hadden jij nog? Ik heb er weer. Waar uit de durven? Waar uit de durven? Wat zei je nou, Durf? Nee, waarheid. Oh, dom. Wie uit deze kamer kan het minst goed een geheim bewaren? Agnes! Dat is sowieso Agnes. Daar is geen twijfel over mogelijk. Zo mensen, we stoppen hier even bij. We gaan verder. We gaan... We gaan nu even gewoon lekker even eten. Even en naar buiten met Femke. Buiten eten. We gaan onderweg dat we naar de snackbar gaan. Gaat Femke even de ratslag doen. Ja. Dankjewel, welke idioot was dat? Pokkenkind. Stop me nou! Maar ja, dan zien jullie eigenlijk. Ik ga helemaal dat echt Pokkenkind. Dus ja, op naar buiten. Oh, dat is zwaar. Dat lukt niet. Nee, dus op naar buiten nu. Zo, we zijn nu buiten en nu komt de ratslag van Femke. Het is heel koud. Ratslag van Femke. De ze hebben trek. Ja, wij hebben al gegeten, Zo en ik. Klein beetje, ja. Zo en ik hebben al gegeten en die dametje is nog niet. Dus Jasmin die is al naar huis toe, want die moest thuis eten. En nu gaan we bij Rini gaan we nog even wat dat er zo eten. Dus ja. Kijk uit! Ja. Doe eens nog 1 keer, jullie rijden echt veel te snel. Mooi. Zo mensen, we gaan nu even weer wat eten. Dus, ik heb net gezegd. Wat heb je genomen, Zoe? Hotwings. Water drinken. Heb je al hotwings? Ja. Ik wil echt proeven, man. Ga straks een milkshake. Hotwings. Verder nog wat drinken. Ik wil ook zo meteen een milkshake. Milkshake. Ik heb friet. Met de frikandel. Nee, wacht, met kipnuggets. Volgens mij. Ja. Free met een cheeseburger. Lekker een en ik heb hot wings met een lekker biertje erbij. Dus ja, we zien ons nu weer als we ons eten hebben. En wanneer Femke lekker van die kipnuggets aan het smikkelen zijn. Ja.
hij dacht chicken nuggets. En Archie heeft als eerste haar eten. Nom 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 nom. Nom nom nom. Nom 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 nom. Kijk hoe hij eruit ziet, man. Laten we zien. Ziet er een beetje goed uit. Tuurlijk. En Femke heeft ook te eten. Hé. Hey. Dat zijn wel twee, zwaar. Jam jam. Jam jam. Patatje. En jam. Hap. Goed zo. Wat kijk je nou? Ik. Jawel. Zo, even de hot wings. Ik wil de eerste hap zien. Nee. Ik totaal niet. Hap. Nu buik. Ik heb ook hot wings. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ja, dat, na het eten. Staat hij nou serieus aan? Zo, lekker gegeten. Heerlijk. Lekker gegeten. Schat nek. Ja. Ja. Ik ga echt over mijn nek in die bus. Mooi. Ik ga echt over mijn nek in de bus. Mooi. Maar nu gaan we nog even naar haar huis toe. Iemand haal mijn telefoon eens vast. Zij, de dames achter ons, voor ons, die gaan de spullen even pakken. Tassen pakken en dan gaan ze... Nog een half uur hoor. En dan gaan ze weer met de bus naar huis toe. Dus jullie zien eigenlijk nu wel een beetje de teruglopen stukje naar, naar de bushalte. En dan het afscheid eigenlijk en alles ervan. Dus tot nu. Zo mensen. De plannen zijn gewijzigd. Ze gaan niet met de bus weg, maar ze worden opgehaald door Agnet. De vader, dus twee dametjes gaan dus met de Achie mee. Maar ja, dat zien jullie nu wel. Dat gaat wel goed. Wat is er mis met Pim? Kan je vertellen? Maar ja, vaders die staat bijna voor. Kan ik er vandoor. Laters. Is die open? Daarvoor weet ik wat. Femke wel, anders haar. We gaan ze uitzwaaien, dus ja. Zo mensen, de dametjes zijn nu weer weg. Jasmin was al eerder weg. Ja. Nu is Agnes en Femke ook weg. Nee. Hoe vond je de dag, middag? Best wel leuk. Ja, was geniaal toch. Wat vond je het leukste? Weet ik niet echt. Ik vond de durfacht waren het wel grappig. Ja, oké. Dat was wel het leukste. Echt wel even actief dingetje. Maar ja, ik hoop dat jullie deze video ook leuk vonden. Dus ja, doe nou even een blauw duimpje omhoog. Abonneer even hieronder. Zet ook even een reactie neer. Probeer er zo snel mogelijk op te reageren. Nog wat te zeggen erop? Nee. Nou, dan spreken we jullie later.